De SureBridge-methode biedt de oplossing voor snelle, duurzame en kostenefficiënte renovatie van verouderde betonnen bruggen. De brug wordt op een eenvoudige en duurzame manier versterkt, waardoor de levensduur met 50 jaar wordt verlengd. Sloop is niet nodig. De bestaande constructie wordt versterkt en, indien gewenst, verbreed door er een composietdek met InfraCore Inside schuifvast op te monteren. De brug wordt hierdoor met een factor 2 tot 2,5 versterkt, in een bouwtijd van slechts 6 weken. Omdat de constructie niet hoeft te worden gesloopt, levert dit besparing op in tijd, hinder en transporten. Een groot milieuvoordeel. Ook op kosten wordt ruim bespaard. In vergelijking met sloop en nieuwbouw tot wel 50%. Na toepassing van de SureBridge-methode is de brug weer volledig future-proof. SureBridge is binnen project Infravation ontwikkeld in een Europees verband en wordt nu op de Nederlandse markt toegepast door ontwikkelaar Fibercore Europe in een samenwerking met Structon Civiel. Met SureBridge bieden de partijen een oplossing voor de historisch grote onderhoudsopgave aan babyboomerbruggen, waar Rijkswaterstaat, provincies en gemeentes voor staan. Samen met Fibercore hebben we als Structon gezocht naar een pilotproject. Nou, hier achter mij ziet u een brug in de gemeente Harderberg. De gemeente Harderberg heeft als eerste de knoop doorgehakt. Een wereldprimeur. Nou, deze brug is tot stand gekomen door middel van een bouwteam. Met onze hoofdaannemer Van Heerten en ingenieursbureau Nippercon hebben Fibercore en Structon deze brug gerealiseerd. De brug aan de Toeslagweg in de gemeente Hardenberg is gebouwd in de jaren 60 van de vorige eeuw. De brug wordt voornamelijk gebruikt door bestemmingsverkeer en steeds zwaarder wordend landbouwverkeer. Daar is de brug destijds niet op berekend. Hierdoor was sloop en nieuwbouw of renovatie met SureBridge de enige optie. Aangezien de bestaande brug onderdeel uitmaakt van de nieuwe totaalconstructie, hebben we veel energie gestoken in het vaststellen van de opbouw van de bestaande brug. Boringen, sonderingen en röntgenonderzoek hebben ons de brug leren kennen tot in detail. Hierdoor konden we rekenen met feitenmateriaal en niet met aannames. Voor het toepassen van de SureBridge-methode wordt eerst het bestaande asfalt verwijderd totdat de bovenkant van de bestaande betonbrug bloot ligt. Afhankelijk van de situatie worden ook de schampranden gesloopt. Nadat het asfalt is verwijderd, wordt het betonnen dek gerepareerd waar nodig en vervolgens opgeruwd. Vervolgens worden de stelankers geplaatst op de vooraf bepaalde posities. De stelankers dienen om het nieuwe composietendek op het juiste niveau te plaatsen. Dit kan zowel vlak zijn als in een radius en is een nauwkeurig werk. Ook de landhoofden worden aangepast naar de nieuwe hoogte en breedte van het dek. De SureBridge-dekken worden bij Fibercore Europe hier in Rotterdam geproduceerd. Fibercore Europe produceert al 15 jaar prefab composietbruggen middels de InfraCore Inside technologie. Hierna worden de dekken slechts in één transportbeweging naar de bouwplaats getransporteerd. De prefab composietbrugdekken worden vanaf de vrachtwagen direct op de voorafgestelde ankers geplaatst. Het prefab composietendek is dan al voorzien van nodige injectiegaten voor de volgende stap. Het dek wordt vastgezet op de stelbouten om te voorkomen dat het dek gaat schuiven of vervormen tijdens het injecteren van de mortel. Tot slot wordt de tussenruimte geïnjecteerd met mortel. Het composietdek heeft aan de onderzijde een ruwe laag ten behoeve van de schuifvaste aanhechting met de mortel. Deze is dermate vloeibaar, sterk en krimparm dat deze de tussenruimte volledig opvult. Nadat de mortel is uitgehard, worden de stempels losgemaakt en kan de slijtlaag worden aangebracht. Vervolgens worden de leuningen geplaatst en de verharding aangewerkt. De brug kan hierna worden opengesteld voor verkeer. We staan hier dus aan de Toeslagweg, waar deze nieuwe composietbrug is neergelegd. En wij als gemeente Harderberg zijn daar super trots op. Ik noem het ook altijd de brug naar de toekomst. We hebben hier te maken met een brug die ergens in de jaren 60-70 gerealiseerd is. En al deze bruggen zijn nu aan vervanging toe. Maar daar hebben wij in Harderberg iets op bedacht. Samen met al die andere partijen hebben we bedacht dat we deze brug gaan upgraden. Samen met composietmateriaal en het bestaande deel hebben we nu een brug voor de toekomst. En een brug die nog jaren mee kan. Met SureBridge is de brug zonder de bestaande constructie extra te belasten 2 tot 2,5 maal sterker en voldoet daarmee weer aan de hedendaagse verkeerseisen.
Ook behoeft de brug nauwelijks onderhoud in de verlengde levensduur van 50 jaar. De brug is klaar voor de toekomst.